Extra kameelregel, geen punt, dan doen we dat. Nee, sorry, ik ga echt niet mee. Het is verspilde tijd, sorry. Ja? Ja, ja. Hallo. Dat we hier moesten zijn om op te zoeken, en we hebben hem gevonden. Het is geweldig. Is wel, ja. Wie heeft jullie dat verteld? Nou, we stonden lekker bij het vuur, hè, midden in het veld, gegeven. Dus engel, ere zij God, in de hoogte, vrede op aarde, voor de mensen en welvaren. Geweldig. Jongen, nou, ongelooflijk. De herders en de wijzen gingen op pad. Laten wij ook verder op pad gaan. Alles geheel volgens de wet van Mozes. Want elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. De hoge priesters en schriftgeleerden wisten Herodes te vertellen dat er een profetie bestond over een Messias die in Bethlehem geboren zou worden. Jezus kijkt naar de stenen. Ze lijken wel een beetje op broden zo rond. En Jezus weet, dit is een belangrijk moment. Moet ik nu bewijzen dat ik de Zoon van God ben? Fantastisch! Dit is echt de lekkerste wijn die ik ooit heb geproefd. Iedereen die bewaart altijd de slechtste wijn voor het laatst, want er is iedereen toch dronken, proef je niks meer van. Fantastisch! Er is wijn voor iedereen! Daar loopt iemand! Het is de fout! Nee, dat is niet goed, jongens! Roeien! Roeien, jongens! Roeien! Kom, maar dan. Kom, kom.
uit deze cent. En weet, hij is er altijd. En als het misgaat, raapt hij op. Hoe diep dat je ook zinkt. Ik wil door naar de volgende cent. Zien of dat je genezen bent. Je moest naar de tempel, de priester verklaarde of dat je wel of niet genezen was en of dat je wel of niet terug mocht komen in de stad. Johannes, het is degene aan wie het minste groot is. Deze wijn, dit is mijn bloed. Het bloed van mij. Toen Maria dat zei, toen dacht je, joh, je spoor niet, dat kan toch niet? En dan staat
Ja, daar geloof ik niks van. Thomas. Nee, ik geloof het echt niet. Thomas, luister nou even naar hem. Hij was hier vanmiddag. We hebben hem zelf gezien. En dan moet je geloven. Ja. Ja, ik geloof er echt helemaal niks van. Thomas, we hebben zijn handen gezien. Hij stond hier, we konden hem aanraken, zo dichtbij. Thomas, het is echt waar. Mijn meester, gekruisigd op Golgotha, in de midden. Zulke spijkers. Ja. Vraag het aan de mannen. Ja, Thomas. Ja, daar geloof ik helemaal niks van. Steen, 30 soldaten hebben die steen erin gerold. Thomas. En nu willen jullie beweren dat hij zo in Jeruzalem rondloopt. Thomas, voor Jezus is niets te wonderlijk. Hij was hier. Ik geloof het niet. We hebben gezien, hij is niet dood. Hij leeft. Thomas, het is echt... Ik wil het eerst zien. Jij twijfelde, omdat je niet zag. Je gelooft, omdat je me nu ziet. Ik leef, Thomas. Later zullen er velen zijn die mij niet zien en toch geloven. En daarom zeg ik, zalig zijn al die mensen die niet zien en toch geloven. Amen.